Nou, wat vanavond voorlag was een besluit aan de Raad om 300.000 euro beschikbaar te stellen voor de hijsinstallatie in de grote zaal. Die moet gerepareerd worden. Het is belangrijk dat het zo snel mogelijk gebeurt. Daar geven we in ieder geval geld voor beschikbaar. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat er structurele tekorten zijn bij het Rabotheater. En daar gaan we binnenkort over spreken in de Raad. Ja, wat ergelijk is natuurlijk, vanaf 2010 heeft de directeur van het Rabotheater meerdere keren gewaarschuwd. Denk eraan, er is te weinig geld in kas om straks nieuwe investeringen te doen. Dus vul die kas bij. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Sterker nog, de college, de burgemeester Wethouder, hebben zelfs extra bezuinigd op het Rabotheater. Er moeten stoelen worden vervangen, er moet een ijsinstallatie worden vervangen, er moeten allerlei dingen worden vervangen. En daar is nu geen geld meer voor. Dus nu moeten ze terug naar de gemeenteraad om te vragen, hebben jullie nog wat extra geld beschikbaar? We hebben in december een brief gestuurd naar de Raad, waarin we uitleg hebben gegeven over waar ik het net over had. Die incidentele investeringen en de structurele tekorten die er zijn. Tegelijkertijd hebben we aangegeven dat die structurele tekorten van een dusdanige omvang zijn. Die zijn we nu becijferd op dat er toch per jaar 5 ton bij zou moeten om het Rabotheater toekomstbestendig te houden. Dat die van een dusdanig omvang zijn dat het college het heel belangrijk vindt dat we met elkaar gaan kijken hoe heeft dit nou allemaal zo kunnen gebeuren en dat we dat gaan uitzoeken. We hebben zelf een feitenonderzoek gedaan en het blijkt dat in de tijd was er een reserveringsfonds. Dat toen het Rabotheater werd gebouwd was er een reserveringsfonds om eventueel alle toekomstige investeringen en vervangingen te financieren. Maar wat is er toen gebeurd? De Rabotheater werd blijkbaar duurder en toen hebben ze ten onrechte geld uit het investeringsfonds gehaald om de Rabotheater te bouwen. Nou, dat is de kern van het probleem. Omdat er vrijwel geen geld meer zat in dat investeringsfonds, wordt nu opeens de Raad geconfronteerd met 300.000 eenmalig en 500.000 structureel om dus in de toekomst het Rabotheater overeind te houden. De eerstvolgende stappen die zijn helder. We gaan nu een collegevoorstel maken. Daarmee gaan we naar de Raad. In dat collegevoorstel daar staat onder andere hoe wij zien hoe het toekomstbestendige Rabotheater eruit zou kunnen komen te zien. Daarover willen we ook graag in gesprek met de Raad. We willen ook graag echt ophalen hoe de Raad daar tegenover staat. En tegelijkertijd zullen we daar ook aan toevoegen een terugblik op het verleden. Hoe heeft het allemaal kunnen ontstaan? En dat met elkaar gaan we dan, dan gaan we dan met elkaar over in de Raad over in gesprek. Uiteindelijk moet er bij de kadernota dit jaar ook een besluit vallen. Dus dat is het trek wat we nu lopen. Dus voor de zomer is er duidelijkheid over het Rabotheater.